Hallo, ik ben Wies Bloemen. Ik ben de artistiek leidster van Dans Theater Arja en ik ben de choreograaf van Sluier. Ik ben Laila Elbazi. Ik ben Mouna, Marokkaans en Nederlands. Mijn vader is Marokkaans en mijn moeder is Nederlands. Hi, my name is Konstantin Tomlitz. I'm 21 years old and I'm originally from Frankfurt am Main, Germany. Ik ben Sherif Zawali. Mijn naam is Karima Alfilali. Ik ben zangeres en in deze voorstelling zing ik en dans ik. Rust. Doorzettingsvermogen. Vurigheid. Ik heb de directheid van mijn moeder. Well, what I have similar with my mom is she always teach me to be on the ground and sort of humble, so not arrogant and open-minded, to be fair and yeah, actually to be friendly. That was always very important for her. Wat heb ik van mijn vader? Veel. Ik lijk heel erg op hem. Zijn kookkunsten. Zijn koppigheid. Van mijn vader. Het netwerken, het babbelen. Ja, eigenlijk in elke plek kwam ik in aanraking met andere mensen die bijvoorbeeld met kunst bezig waren, die met dans bezig waren, met muziek. En doordat ik zag wat zij deden op een heel hoog niveau, begon ik zelf ook ja, te verlangen om ook zoiets te doen. Ik heb vanaf mijn zevende of achtste zat ik op balletles en toen kreeg ik les van Oma Ballet. Dat was een heel klein vrouwtje die flamenco had gedanst met een zigeunergroep en die heeft mij dus hele andere kanten van dans laten zien. Als ik dat niet had gezien, had ik nooit de vrijheid in mijn hoofd gehad om andere dingen bij elkaar te combineren. As I already said, I learned from my mom to be actually open-minded. So she would never have a problem if I bring a girl or whatever from a different background. I never did so far, but I know she wouldn't mind. Ik weet en ik wist en dat heeft mijn vader ook verteld dat ja, een moslim wel met een niet-moslim mag trouwen, maar een vrouw, dus een moslima, mag niet met een. Andersom mag dat niet. Dus een moslima mag niet met een niet-moslim trouwen. Als ik met een man thuis zou komen, ik denk dat mijn vader wel een probleem zou hebben. Die zou denken van, die zou mij even goed willen aanspreken, denk ik. Ik merk nu wel dat ik kan niet met mijn vriend bij mijn vader thuis kan. Mijn vader die wil gewoon het liefst dat ik met een goede islamitische jongeman thuis kom. Voor mijn moeder is het meer, voor haar is niet zo belangrijk wat voor achtergrond hij heeft, maar wel dat je samen je leven kan opbouwen en elkaar kan verrijken. Ik denk wel, als ik met met de grootste dronkaard van het dorp was thuisgekomen, dat ze wel had geprotesteerd, ja. Als je teruggaat naar de moeder van mijn moeder, dus mijn oma, die zat er totaal niet op te wachten dat mijn moeder met een Marokkaan thuis kwam. Dat was echt, echt nadan. Wat ik heel graag aan deze voorstelling heb aan Sluier, is dat ik juist meer mijn Arabische kant kan exploreren. Ik speel een vaderfiguur. En ik heb het, net zoals iedereen heeft, hebben we het niet altijd makkelijk met onze vader. Mijn fascinatie zit heel erg op de verhalen van de dansers, hoe zij manoeuvreren en balanceren tussen die twee culturen. Wat vind je het fijnst aan het doen van je werk overdag? Altijd buiten. Zolang als het niet bevroren is, kunnen we gewoon door. Wat zou jij ervan vinden om te dansen voor je werk? Ik dans voor mijn werk. Ik ben niet zo goed in dansen. Want dan durven ze niet aan. Lijkt mij meer een hobby. Het gilde. Ja, maar dat van. Oké. Nou, dan ga ik even kijken bij de dansers. Onwijs bedankt, hè? Oké. Dank je.
Sluier is een ontroerende danstheatervoorstelling over leven tussen twee werelden. De ene wereld van Laila, een islamitisch meisje. Ze wordt gespeeld door Laila en tijdens de eerste repetitie kwam ik erachter dat Laila heel veel houdt van chocolate. Ik zal het laten zien. Het is mijn eerste chocolade. Het moet eruit en dan kan het erin. Ja, als je een beetje aan het doet, dan trek je. Ik zal het je laten zien. Eet je nou weer chocolade? Chocolade, hoe was dat? Eerste stukje. De man waarmee Laila liefdevol danst is haar vader, gespeeld door Sherif. Haar vader houdt veel van zijn dochter, maar er zijn ook dingen die hij liever niet heeft. Een vriendje bijvoorbeeld. Daar komt Zino in het spel. Een lekkere boy waar elke vrouw van gaat stuiteren. Dat is Karima. En laten we één ding duidelijk maken. Laten we één ding heel duidelijk maken. Ik mag geen dansen. Ik ben zo net. Ik ben een engel. Ja. Dit is gewoon een hardcore training. Ik vind het fantastisch. Je lichaam is ongeveer 10 keer doen voordat hij het voelt, hè? En dan hebben we Wies. Wies is de grote baas, de choreografe. Zij maakt de beslissingen en is eindverantwoordelijke voor het stuk. En daarbij is er één punt dat Wies heel, 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 heel erg belangrijk vindt. Je moet voelen. Voelen moet je. Ja, maar je moet voelen. Voelen! Voelen, voelen moet je! Voelen! Voelen moet je. Je moet voelen! Ik ben het zand! Dan hebben we ook nog Moena. Moena speelt de zorgzame lieve moeder van Laila en ook zij heet in het stuk gewoon Moena. Kom, jelle not. Niet huilen, kom. Niet huilen. Sterk zijn. Voor ons, voor mama, voor jezelf. Kom. Niet huilen, kom. Staan. Als laatste hebben we nog Café. En Café is niet zo podiumbeest. Hij is verantwoordelijk voor de muziek in het stuk. Hem moet je dus lekker met rust laten achter zijn computer en dan komt de muziek in ieder geval helemaal goed, denk ik. Ja, en nu is de familie compleet. Alleen moeten we nog keihard gaan werken om er een vette voorstelling van te maken. En jullie kunnen ons gewoon volgen op het internet.